Goedemorgen, goeiedag. Het is fijn dat ik weer bij jullie op de buis mag zijn. Hallo, kes. Goedemorgen allemaal. Waarom is het een goeiemorgen dat ik vol stress, zenuwen en al zit? En ook momenteel heb ik heel veel dankjewel gekregen van een goede kameraad van mij die onze Limburgse Big Brother speler Frank Molnar, die in Florida momenteel zit, waar ook de hurricane Milton heel hard aan het toeslaan is. Ja, ik hoop dat alles via deze weg. Want ik weet dat hij ook regelmatig eens naar mijn YouTube-filmpjes kijkt. Dus voor jou, Frank Molnar, heel veel sterkte. Ik hoop niet dat er te veel schade is gekomen deze nacht. Want ik kan sowieso zeggen, het is nu... ik weet niet welke dag dat vandaag is. Oh, goeiemorgen. Donderdag, juist. Donderdag. Dus dan is die hurricane woensdag op de nacht van woensdag op donderdag, dus 4 uur is nachts, dus deze nacht dat ik heb geslapen, is die daar aan land gegaan en al. Ik heb al gehoord met verwoestende dingen en allemaal. Het is daar echt momenteel een catastrofe. Ook het pretpark Walt Disney World in Florida, jawel, de hoofd van Walt Disney, is ook heel hard getroffen. Wat daar de schade en al is, weet ik momenteel ook nog niet. Het zijn bange tijden daar in Florida. Dus ja. Ik hoop dat daar alles in orde is. Hier ook in België hebben we ook redelijk veel water gekregen. Van de ex-orkaan Kirk. Of Kirk. Hoe jullie dat ook willen noemen. Dus voilà. Ik ga nu nog kijken. Als mijn vlog geüpload is. Even kijken. Dat jullie hier ook even neer. En dan ja. Eens even kijken hoe ik jullie hier zo... Ja, dat is perfect. Dus. Ik ga dan even naar mijn browser. Google Chrome. Dan klik ik op YouTube. En dan klik ik op YouTube Studio. Dus op mijn logo eerst en dan op YouTube Studio. Dan naar content. Jawel, het is al gepland. Dat is perfect op de 10e om 18 uur. Oké, maar de tijdzone staat er verder niet bij. Dat ben ik wel vergeten. Goed dat ik eens nachecked. Voilà. Ah, oké. Dan niet. Oké. Okay. Voilà. Bij deze is die dus geüpload en al. Dus ik hoop dat alles dus goed blijft in dingen. Ik ga eens even kijken als ik wat een paar updates kan geven over de hurricane. Hoe het ook zit bij die... Wow. Allee mannetjes. Kan jullie hier dan zetten? Dus hoe het dan ook juist zit. Ik zie hier al als hoofdtitel al meerdere doden. Politie van Florida redt vastgebonden hond net voor orkaan. Oei, 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 oei. Oké dan. Meerdere doden na tornado's. Al meer dan 2 miljoen huishoudens zonder stroom. Extreme orkaan. Milton trekt door Florida. Jawel. Dus, amai man, wat ik hier ook al zie. Dus verschillende doden in een woonzorgcentrum in St. Louis County. Amai.
Ook zijn er doden gevallen na een krachtige tornado die door een mobiel woonzorgcentrum raasde. Ai, ai. Dat is heel veel succes. Momenteel zijn er zo'n 200 mensen van verschillende staats- en lokale instanties bezig met zoek- en reddingsacties in het woonzorgcentrum. Ze werken in moeilijke omstandigheden met winden van 80 km per uur en zware regen. Dus ik hoop dat daar echt alles, maar ook echt alles in orde komt. Want echt waar, als je die beelden ziet, ik krijg nu al een krop in mijn keel. Dus hier, amai. Wow, sorry. Wow, 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 wow. Oké, sorry. Ik liet mijn gsm even vallen. Geen stukken eraan. Per geluk. Amai, zie daar eens hoeveel water dat daar eigenlijk op die straat staat. Damn you. Dat is redelijk veel mensen. Allee, 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 allee. Ik ga dat dit een vallende vlog noemen. Grapje. Dus ja, ik zie hier zo echt heel veel beelden. Echt dat de mensen met hun knieën tot in het water staan. Zot voor woorden. Dat kunnen we hier nooit of te nooit inbeelden. Hier in Vlaanderen denk ik zelfs. Amai. St. Louis getroffen door meerdere tornado's. Ja, waardoor dat er heel veel doden zijn gevallen. Amai, man, je moet die daken eens zien. Ik pak jullie nog een keer mee en ik hoop dat ik jullie niet laat. Zie dus hoe die daken daaruit zien. Damn. Dat is echt erg, man. En hier staat nog een tornado. Amai. Jezus Maria Jozef. Dankjewel, het laatste nieuws, om deze beelden ook weer al te delen met ons. Echt waar, dus dat is echt een hele artikels wat je daar kunt. Dus dat is echt daar bijna minuut op minuut dat daar zit. Al meer dan 5000 huizen en bedrijven in Florida zitten zonder stroom. Ik wil er niet zijn op dit moment. Ik zou er niet, echt niet willen zijn omwille van. Wow. En er wordt ook gedacht aan de dieren, heb ik gezien. Dus dat de pinguïns en al ook in veilige orde zijn gebracht. Ja. En ik heb ook gehoord dat er zo een iemand die daar zo ook het weer presenteert, ook een krop in de keel kreeg. En Wolfan die moest dan ook gaan melden dat er dan zoveel millibar qua temperatuur daar zakte. Ik hoop dat daar echt alles in orde komt, want oh my god, echt. Wat ziet dat is, jongens. Jongens, 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 jongens. En dan hier zo uit de ruimte. Ja. Reclame ga ik niet vullen, hè, want ik ga hier geen gratis reclame voor een politieke partij hier even insteken. Nee, 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 nee. Dus hier zie je. Oh my god, zit dat als jong Milton. Jezus Maria. Amai, daar was de oog hier. Dus, mensen. Ik heb er nu even genoeg over gehad, dus van het orkaan Milton. Wauw. Dit moet je wel zien, mensen. Dan. Dus ik ga even terugspoelen. Dus hier, amai, ik zie je allemaal bliksemschichten. Allemaal bliksemschichten. Hier ook nog een keer. Allemaal bliksemschichten. Voor allemaal van die orkanen Milton. Nu heb ik genoeg gepraat over Milton. Dus heel veel sterkte aan de mensen ginder in de regio Florida. Toi, toi, toi. Zo, ik ga me nu wel echt klaarmaken voor vertrek richting ja, ik was ook zo aan het kijken op mijn Discord. En daar zijn ze ook los aan het gaan. Top.
Dus als je op Discord wilt komen, de link staat hier in de beschrijving. Ik ga me dus nu klaarmaken om naar de dokter te gaan, want ik moet daar zijn om 16:15. En het is ook weer zo vies weer, dus ik ga ook rustig rijden. Tot later allemaal. Jojojo. Echt waar, heel veel bedankt. Die van Luck All, medewerker, die heeft hier even ook de foto's over gedaan. Laten zien het van wat hier nog allemaal zit. Er zijn zelfs toch drankautomaten op Belgische franken. Moet je nu eens nadenken hoe oud dat dan wel niet is. Damn! Hoho. Dankjewel om dat te laten zien. Oh, dat was een leuk om nostalgie terug te zien. En nu ben ik onderweg naar mijn schattige. En dan richting mijn werk. Voor mijn papier nog gauw binnen te doen. Want ik mag straks 24 uur niet rijden. Hè. Dus dat weet ik wel. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo kijkers, ik ben nu terug onderweg naar mijn thuis toe. Dankjewel ook mijn mama daarvoor voor te rijden. En ja, dus ja, ik mag nu 24 uur niet met een auto rijden. Dus het gaat ook wel een hele korte vlog dan ook vandaag zijn. Ik ga kijken wat ik nog wel kan doen. Ik ben echt ziek kapot. Hoe is het gegaan? Heel pijnlijk. Want ik heb ook geschreeuwd en geweend. Dat geef ik ook eerlijk toe. Oh my fucking god. Mannekes. Zante. Ja, wacht. Ben zo terug, wow. Hallo kijkers. En ik ga sowieso zeggen, het is een hele rare absolute einde. Ik heb dus na mijn inspuiting heb ik niet meer gevlogd. Want van, het ging me niet. Ik heb me dan ook even wat bezig gehouden op Discord. En dan ga ik me ook weer al horen op de volgende vlog. Die er ook zit aan te komen en al. Dus mijn excuus is dat er dan op die dag heel weinig is gefilmd. Ik kan u één ding zeggen. Ik ben al heel goed bezig al voor de volgende vlog al in elkaar te steken. Jullie gaan ook lachen hoeveel prikkels dat ik ook al heb gekregen. Hoe ik mijn klimmetje heb gezet op te jagen. En dat is allemaal voor morgen de vlog en al. Het gaat echt heel leuk worden. Morgen dus de stemtest voor jullie. Dus ik heb die al gedaan. Dus voor jullie is dat dus morgen. Omwille van dat ik dus heb gezien dat ik de vlog gisteren niet heb afgesloten, sluit ik dus bij deze hier af. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken om dit video te horen wanneer dat er een nieuwe vlog of totaal iets anders er gebeurt op mijn YouTube kanaal. Dus daarom die belletje aantrekken. Dan blijven jullie op de hoogte. Als er echt bijvoorbeeld, als ik in één keer spontaan live ga of zo, dan merken jullie dat ook weer al op mijn YouTube kanaal. Door die belletje. Dus ik zeg als altijd. Yo, 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 yo.